In de serene stilte van de kamper Buitenkerk wordt de vaak keiharde werkelijkheid via immens grote nieuwsfoto's aan de bezoekers getoond. Het wereldnieuws van 2013 wordt in ruim 150 foto's indringend samengevat. Docent fotografie Stefan Lanjouw is blij met de komst van de wereldexpositie naar Kampen. Het is een expositie die de hele wereld overreist. Hij was ook te zien in Tokio, in Lissabon, in Rio de Janeiro. Hij gaat echt de hele wereld over. En dan mag je hem voor 3 weken mag je hem huren en aanbieden. En het is natuurlijk geweldig gaaf dat Kampen in het rijtje tussen zulke soort wereldsteden staat. Iedere foto vertelt een verhaal. Er zijn nominaties in verschillende categorieën. De beste foto van 2013 moet nog gekozen worden, maar die van 2012 hangt er ook. Het is een beeld waar je direct langer naar wilt kijken. Hij heeft een schilderachtige kwaliteit, het licht is waanzinnig mooi. Dus het is een foto die heel erg uitnodigt om ernaar te kijken. En doordat deze foto je aandacht trekt, dan word je ook gedwongen om kennis te nemen van inhoud. En dan gaat het niet zomaar om een begrafenis, het gaat om een dubbele begrafenis. Een begrafenis van kinderen. Het speelt in Gaza stad. Het is een heel dramatisch verhaal. Maar de kwaliteit van de foto is zo aantrekkelijk dat je wil kennis nemen van het verhaal. En daarom vind ik dit wel een hele terechte winnaar. Hoewel het soms moeilijk kiezen is, heeft iedereen zo zijn voorkeur voor bepaalde foto's. Ook docent fotografie Stefan Lanjouw kan het niet laten om zijn favoriet te tonen. De fotograaf Nemanja Pancik heeft het 4-jarige jongetje gefotografeerd nadat zijn ouders een zelfmoordpoging hebben gedaan en hem daarbij hebben betrokken. Ze zijn met z'n drieën gesprongen. En die wanhoop die in dat kind zit, die heeft deze fotograaf weten te pakken in die foto. Dus naast dat het weer een mooie foto is, eentje waar je graag naar kijkt, is het tegelijk weer een heel indringend verhaal wat je weer doet realiseren dat er meer in het leven is dan alleen maar bezuiniging en verhoging van de benzineprijs. De World Press Photo 2013 is nog tot en met 2 maart in de Buitenkerk in Kampen te bewonderen.